Jonge, 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 ik begin me echt een oude lul te voelen. Deze historische context loopt tot het jaar 2001. Toen was jij misschien nog niet geboren, maar toen was ik al twintig en dat staat nu dus ook in de geschiedenisboeken. Maar goed, we zijn dus aangekomen in het jaar 2001, want we zijn aangekomen bij de laatste video van deze historische context. En in deze video groeit China definitief uit tot de economische en politieke wereldmacht die het nu nog steeds is. Want onder Deng Xiaoping werd er een grote economische groei ingezet door die vier moderniseringen. En ook onder zijn opvolgers blijft dat zo doorgaan. En een van zijn opvolgers is Yang Zemin. En die blijft ook de nadruk leggen op de economische ontwikkeling van China. En dan zie je dat de relatie met het Westen heel erg gaat veranderen. Het Westen wordt steeds afhankelijker van de Chinese economie. Ga maar na, heel veel producten die wij nu gebruiken, die zijn made in China. Wij zijn volkomen afhankelijk van de Chinese fabrieken. Maar ook in China zelf verandert het een en ander. Je had Hongkong en Macau, waar we het al eerder over gehad hebben. Dat waren gebieden die niet bij China hoorden. Die bleven dus in handen van Groot-Brittannië en van Portugal. Maar eind jaren 90 zal het ook veranderen. In 1997 wordt Hongkong door Groot-Brittannië overgedragen aan China. Maar wel onder de voorwaarde dat ze nog 50 jaar lang zelfbestuur houden. En twee jaar later gebeurt hetzelfde met Macau. En die landen horen dus niet bij Groot-Brittannië en Portugal. Ze hebben nu nog zelfbestuur, maar uiteindelijk zullen ze onder controle van China komen te staan. Op dit moment is er zeker in Hongkong heel veel onvrede over. En hoe dat uit gaat pakken in 2047, dat zullen we gaan zien. Valt ook buiten deze historische context, maar het is wel interessant om in de gaten te houden. Ja, en als je nou deze dia zo ziet staan dan zie je dus al dat China echt meegaat tellen en uh, dat doet het zeker als China in 2001 toetreedt tot de wereldhandelsorganisatie dat is een organisatie die een aantal jaar eerder opgericht is en die eigenlijk tot doel heeft om ervoor te zorgen dat de vrijhandel over de hele wereld plaats kan vinden en dat die goed geregeld is en het feit dat China daar een deel gaat nemen geeft wel aan dat China daar ook echt aan toe is. Maar andersom zijn andere landen ook heel erg blij dat China erbij is gekomen. Want, zoals al eerder gezegd, economisch wordt de verbondenheid steeds sterker. En in 2001 is China dan ook echt uitgegroeid tot een politieke en economische wereldmacht, maar nog steeds met een communistisch bewind. En dat is dus eigenlijk heel gek, want ze zijn dus wel kapitalistisch hè, met die vrije markteconomie, daarom dus ook eh, lid van die Wereldhandelsorganisatie, maar ze hebben nog steeds geen democratie. Ja, en af en toe hoor je dan wel zeker ook nu nog dat er eh, kritiek komt vanuit het Westen op het feit dat China een dictatuur is. Maar ondertussen durft niemand China echt aan te pakken, want ieder Westers land is er economisch mee verbonden en misschien zelfs wel afhankelijk van. En dat was aan het begin van onze historische context in 1842 wel anders.